live op de radio. Dit is dossier Mastenbroek. Ik vertelde je zojuist dat ik bezig was met het contact leggen met de RO. Dat is een taxi- en autoverhuurbedrijf uit Naaldwijk. Want daar is nieuws te melden. Ik heb geprobeerd de directeur ervan een telefoon te krijgen. Maar die beste meneer is op dit moment op vakantie. Wel heb ik wat achtergrondinformatie verkregen over wat daar aan de hand is. Ik meldde een aantal weken geleden, als eerste hier op de radio, middels een tip die wij binnen hebben gekregen, dat de Deltax helaas ter ziele is gegaan. Die informatie bleek juist. Een week later is er ook faillissement aangevraagd. Dit is ook uitgesproken. En ja, dat betekende niet alleen vervelend nieuws voor alle medewerkers van de Deltax, maar natuurlijk ook alle mensen die gebruik maken van die dienst. En dan met name de mensen die gebruik maken van de zogenoemde regiotax. Wel, wat is aan de hand? Er valt goed nieuws te melden. Meneer de Roo kan het dus zelf niet melden, maar hij heeft wel een persbericht laten doen uitgaan dat het bedrijf de Roo Taxi en Autovuur uit Naaldwijk al inmiddels sinds 22 september jongstleden de belangrijkste activiteiten van het failliet verklaarde Deltax uit Delft heeft overgenomen. Nou, wat houdt dat in? Dat heb ik ook even opgevraagd. Eronder vallen onder andere het vervoerscontract van de regiotax, daar is die weer, en het vervoer voor Pieter van Foreest. Dat is ook gewaarborgd door de RO. Ook zijn er circa 60 voertuigen overgenomen. En daarmee is, nou ja, dat is toch wel heel erg fijn om dat in roerige tijden te kunnen melden, de werkgelegenheid van ongeveer 45 mensen gewaarborgd. Nou, staat mij bij, ik weet dat niet helemaal precies, maar dat volgens mij dat er 90 mensen werkzaam waren bij Deltax. Dus daar zal toch nog wel een kleine klap gaan vallen. Algemeen directeur Mark de Roo, die heeft dit geregeld en gefixt. Hij is er in elk geval blij mee. Hij geeft aan dat hij hiermee de positie verstevigt als belangrijkste vervoerder in deze regio. En daar zijn we heel erg blij mee, meldt hij. Ja, wat kunnen we voor achtergronden vertellen over de RO taxi- en autoverhuur uit Naaldwijk, die nu dus zeg maar ja, eigenlijk alles gaan overnemen van de Deltax, onder andere ook de regiotaxi en het vervoer van Pieter van Foreest. Het is een bedrijf met bijna 500 voertuigen. Dat is een behoorlijke organisatie. En ze leveren eigenlijk een tal van diensten. Men kan bij het bedrijf terecht voor een huurauto, een bus, busvervoer met chauffeur, een bedrijfsauto, ook om te leasen. Een hele aparte tak van sport voor een taxibedrijf, maar ook gewoon voor het reguliere taxivervoer. En ja, in de meeste taxis geeft meneer de Roo aan kunnen klanten pinnen, contactloos betalen. Het is echt een 2.0 taxicentrale. Er is een mogelijkheid om te betalen met een creditcard. En het merendeel van de taxidiensten wordt uitgevoerd met zogenoemde aardgasvoertuigen. Dus wat dat betreft zijn ze ook nog goed en duurzaam bezig. Dat zegt hij ook. Hiermee draagt de RO een belangrijke bijdrage aan een schoner milieu. De RO heeft een eigen aardgasinstallatie die ook door derden gebruikt kan worden. Goed, wil je meer informatie vinden over dit taxibedrijf dat vanaf nu dus eigenlijk ook officieel de taak heeft overgenomen van Deltax uit Delft. En ja, de regiotaxi ritjes verzorgt en het vervoer van Pieter van Foreest. Dan kun je even kijken op taxiautoverhuur.nl. Elke maandagavond tussen 6 en 8 luister je naar dossier Mastenbroek.